Burgemeester Bergman en Raymond van der Ven, goedemorgen. Goedemorgen. In het mooie oude stadhuis. In de mooie, welke kamer zijn we nu? Welke is dit? De bestuurskamer, de BND-kamer. Ja, nou, dat is een prachtige ruimte. Ja. Op 5 december, dat is niet voor niks. We zijn hier voor het gedicht wat in de afgelopen dagen, 17 stuks, verspreid is geweest. Ja. Regels, ja. En nou ja, gisteren stroomden de inzendingen binnen. Het waren er een stuk of 70 of 80. Ja. Dus daar ben je wel druk mee geweest, Raymond, of niet? Daar ben ik flink, deel van mijn weekend ben ik er ook kwijt geweest. Maar een van de wonderlijkste dingen toch, is dat er waren eigenlijk helemaal niet zoveel mensen die het helemaal goed hadden. Nee, het was er uiteindelijk maar eentje. Ja. En er waren er wel enkele die er dichtbij kwamen. Die hadden net één of twee regels omgedraaid. Dus die hebben besloten om die in een zak te doen en daar ook nog twee winnaars uit te trekken. Nou oké, okay, maar waar natuurlijk iedereen benieuwd naar is van hoe had het gedicht nou precies moeten zijn? Kan je het even voordragen? Ik ga het even voordragen. Dan moet ik even op mijn telefoon kijken. Vrijdagavond best heel laat. Sint reed door de Herenstraat. In allerijl naar het stadhuis. De cadeautjes moesten in de kluis. Sint deed eventjes zijn ogen dicht. Hij geeuwde wat. Zijn hoofd werd licht. Sint begon wat weg te dromen. De maan scheen door kastanjebomen. Nu reed hij door de Koepertlaan, had geen idee waarheen te gaan. Toch kwam Sint op de Lange Delft, sloeg daar af, net op de helft. Galoppeerde de Sint-Janstraat in, constateerde daar met tegenzin. Ik ben verdwaald, hier per abuis. Waar is dan toch dat stadhuis? En of de Sint het heeft gered, dat merk je als je je schoentje zet. Nou, heel goed. Ik vind dat knap hoor. Ja, ja. En heel mooi hoe je de beelden eigenlijk visueel ziet, hoe Sint op zijn paard door de straten van het centrum van Middelburg gaan. Precies, dat ja. Dat komt natuurlijk bij het stadhuis. Ja, dus ja. Het nog gekomen is dat... Ja, hij zit hier ergens verstopt. Maar het is een heel groot stadhuis. Dus. Natuurlijk, ja, dat is. Maar meneer Bergman, nou zijn we natuurlijk benieuwd wie de winnaars zijn. En wie is het? De winnaar is Annemieke Paré Machielsen. Die had hem helemaal goed. Oké, nou, gefeliciteerd. Maar er zitten er in de zak zitten er ook nog, want de mensen die dicht in de buurt kwamen. Ja. Dus nou ja. Zal ik die eens openen, die zak? Kijk, uit de grote grabbel. Sinterklaasversnaperingen. Dit is de zak. Met Sint en paard. Ja, we doen het goed hier. Oh kijk, ze zijn ook, je kan het even zien, misschien kun je het even zien. Hè. Ze zijn, ik kan het dus niet zien. Het is verfromfraaid, ja. Zeggen we dan. En dan trek ik er één uit en dan nog één, hè? Ja, ja, dat is klopt. Ja. Tromgeroffel. En dan hebben we hier Ellen Baan. Ellen Baan, gefeliciteerd! Super! Dat is één. Nou, de laatste. Ik vind het wel knap hoor. Ik vond hem best lastig. Ja, dat kan ik zeggen. En ik kan best veel, maar dat vond ik dus niet goed. Ik kan er ook niet tussen zitten. We hebben hier Mil van der Hoek. Oké, okay, Mil van der Hoek. Vaartje gefeliciteerd. Dus we hebben er twee en daar Annemiek. Ja. Ja, die winnen allemaal een Middelburgs beursje. Dat is een leuk initiatief. Er zitten 5 muntjes in van 5 euro om lokaal te besteden. Dat is in de Middelburgse winkels. Dus, ja, prima. Goed. Ja. En die hangt er nog een mooi beursje aan over. Precies. Want daar kunnen we altijd weer geld in stoppen. Ja, ja. Met de lange Jan erop. Nou, dank jullie wel voor jullie tijd. En gaan jullie vanavond zelf nog Sinterklaasfeest vieren? Of, ja, de middag wordt nu nog gevuld met inpakken en gedichten schrijven. Dus altijd op het laatste moment bij ons, maar we gaan het wel doen. Nou, dan heb je deze man er nog bij, dan komt het helemaal goed. Ik ben 1 euro. Hey, dank jullie wel.